voorstel een heel goed pleidooi van de heer Omtzigt om de wetpolitieke partijen snel waterdicht te maken. Maar net weer een uitstekend voorbeeld van waarin dat niet zo is. Uh, en ik deel ja, dat is de zijn... wetfinancieringpolitieke partij die ik net had. Ja, de, en de, en de wetfinancieringpolitieke partij. En ik kwam nu op de wetpolitieke partijen, want ik ben het ook met hem eens dat het een goed idee is om daarin een autoriteit te verankeren die actief toezicht kan gaan houden op die financieringstromen. Um, en Forster, hij uh, verwijst tegelijkertijd naar die aanval nu op het hart van onze democratie en die Europese verkiezingen die er over twee maanden zijn. Waarom vindt hij het zo belangrijk dat we binnen die twee maanden duidelijkheid krijgen? Nou, omdat uh, als u naar de stembus gaat en daarom was ik het niet helemaal eens met uh, een klein stukje van de heer Bontenbal, want als je dat via de commissie uh, Stiekem, uh, de CIVD doet, waar ik, in, waar ik ook in zit, ja, dan, krijgen, dan, krijgen, dan, krijgen, dan zouden wij informatie kunnen krijgen waar we helemaal niks mee kunnen. De kiezer moet in Nederland kunnen vertrouwen dat degene op wie die stemt dat die niet onder buitenlandse invloed staan. En natuurlijk is dat via de zuiveringseed. Maar eh, beloven is goed, maar een beetje controle is beter. En daarom zou ik graag eh, voor 6 juni duidelijkheid willen hebben, ook van het Europese parlement, dat er actief actie op ondernomen wordt. Ik heb dat met Azerbeidzjan gezien. Ik heb het met Rusland in de Raad van Europa vermoed, kan ik u verzekeren. Maar er is nooit een onderzoek gekomen. We hebben het in het Europees Parlement met Qatar gezien. Dat een aantal uh, politici daar omgekocht heeft. Dus laten we alsjeblieft niet naïef doen. Um, um, er is op dit moment een groot conflict gaande. Daar sterven tienduizenden jonge mannen vooral, maar ook vrouwen, um, in, een, in een conflict. Daar is, zijn enorme uh, belangen bij. En het idee dat daar niet van alles gedaan zou worden om de Europese eenheid bijvoorbeeld uit elkaar te spelen of uh, sympathie voor Rusland te kweken. Want hey, je, mag, je mag met Russen praten, hè. dat is niet verboden, zeg ik erbij. Maar uh, daar moet die grens wel heel heel hard bewaakt worden. Precies, die grens moet heel hard bewaakt worden en een oorlog waar inderdaad honderdduizenden mensen al in zijn gestorven. Is het dan een bevredigende uitkomst van dit debat als we zeggen we vragen het Europees Parlement om hier goed naar te gaan kijken? En we vragen de minister om het nog een keer heel stevig aan de Tsjechen te vragen. Of is de heer zich ook bereid om te zeggen we zouden eigenlijk zelf als parlement moeten kijken wat we binnen die twee maanden kunnen doen om bij te dragen aan duidelijkheid waar de kiezer zelf voor recht op heeft? Nou, het probleem is, ik, ik maak even een onderscheid hier tussen onszelf en het Europees parlement. En dat is een vrij strak onderscheid. Um, wij gaan over onszelf en uh, uh, mevrouw Koekoek van Volt was daar ook het meest uitgesproken in. Je kunt de wet op de ambtsmisdrijven gebruiken. Ik denk dat die wet nou, wel enige modernisering uh, behoeft. Dat heb ik ook voorgesteld samen met haar fractiegenoot de heer Dassen. Um, dat, dat kunnen we doen als we een concrete verdenking hebben. Maar die concrete verdenking hebben we hier niet. Over wat er hier gebeurt zou nog enige rust kunnen zijn van onderzoek het rustig en zou ik aan de minister vragen vertel ons over twee maanden of er een amtsbericht naar het OM gegaan is. hoeven alleen maar te weten of het amtsbericht eruit gegaan is. Wat erin staat hoeven we dan niet te horen. Dan weten we of er iets serieus is of niet. Maar bij de Europese verkiezingen zit er voor mij veel meer haast achter omdat die nieuw verkozen worden. En daarom alleen Rondom de Europese verkiezingen geldt het op ambtsmisdrijven niet, die gaat alleen over onszelf. En daar gaat dus de Europese Unie zelf over, die trouwens ook een eigen toezichthouder heeft. Dus wij kunnen eigenlijk heel weinig doen rondom de Europese verkiezingen. En dat is waarom ik graag het Europese parlement zelf zou willen benaderen en aan hun vragen: wat doen jullie zelf? Want wij maken ons hier zorgen als Nederland. En als een aantal andere landen dat nou ook schrijft, want werden zes landen genoemd: Hongarije, Polen, Duitsland, Frankrijk, Nederland en België. Dan Weet het Europees parlement ...hé, hey, we moeten oppassen dat onze eigen integriteit niet in het spel komt door deze Tsjechische onthullingen. Voorstel, ligt er wat betreft om zegt dan nog ook een taak voor de Tweede Kamer? Jazeker, ik denk dat de enige aanscherping van het, uh, uh, van het toezicht aan de orde is. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat er inderdaad een autoriteit komt. Dat gaat niet met. Uh, Stoom en kokend water zeg ik erbij. Dat wil ik wel zorgvuldig doen. Want het luistert heel nauw wie politici mag controleren. Maar het moet wel gebeuren. En dat is ook belangrijk voor het vertrouwen in de politiek zelf. Prima, dank u wel.